weet u. Hey. Aan woord 1, dat is voor het nieuws. Hartelijk welkom, het wordt vandaag prachtig weer. De vriendinnen zijn majorettes van het korps. Vriendinnen van Paulien. Te werken bij de Amersfoortse. De sfeer. Maar wat is die sfeer? De gezelligheid. Ze zijn heel flexibel. Maar hoe flexibel? U mag vrij nemen wanneer u wilt. Ja. Oh ja? Ja, niet altijd. Je houdt wel rekening met je collega's, maar er wordt niet moeilijk over gedaan. Dus als u naar Turkije gaat met vakantie, mag u 4 weken extra blijven, of niet? Ja, maar dan onbetaald. Maar het mag wel. Ja. Ah, kijk eens even. Meneer Rustel de Geer. Ja, heeft u goed gezien. Dag meneer Van Eck. Ja. Dank, ja, we hebben een hele leuke avond. Maar weet u, dat is net begonnen. Ja, het is net, maar ik heb de mensen al een beetje gesproken en er hangt een leuke sfeer. En dan begint het heel goed natuurlijk. En de rest moeten we vanavond meemaken. Komt het nou toch dat die verzekeringen altijd zo'n image hebben zo saai te zijn, verzekeringsmensen? Hoe komt dat? Ja, dat vraag ik mezelf ook af. Toen ik 17 jaar geleden in dit vak kwam, dat was heel toevallig, toen had ik datzelfde beeld. Maar waarom was dat toevallig? Nou, dat is echt toevallig gebeurd, omdat ik gevraagd werd in dit bedrijf te komen. Maar ik had het niet in mijn hoofd om ooit verzekeringsdirecteur te worden. Nee, ik ben stuurman bij de Grote Vaart oorsprong. Dus dat is wel een heel andere... laten we zeggen, u bent stuurman op de Grote Vaart. Dag mevrouw. Daar komt u even gezellig bij staan. Moet uw man hard werken eigenlijk? Ja, heel erg. Ja. U mist hem vaak. Ja, best wel. Hij komt laat thuis. Ja. Hij heeft altijd vergaderingen. Ja, maar echte vergaderingen. Ja, u hoort mij niks zeggen hoor. U zegt het zelf. Ja. Vindt u dat u bij een aardig bedrijf werkt? Fantastisch bedrijf. Ja. Bent u zelf bij de Amersfoortse verzekering? Ja, alles. Nou, ik ga even terug naar uw man. Nou, u was op de Grote Vaart, hè? Ja. Dus uw vrouw zit altijd alleen thuis. Ja, en die begon natuurlijk. 4 jaar lang. Maar die begon natuurlijk enorm te kankeren. Dus ja, die man is altijd maar. Ik weet niet wat hij uitspookt. Dus kom jij maar eens terug, toen moest u terug. Ja, zo ging het niet, maar... Stel, zo gaat het. En u loopt een beetje rond ergens. En dan komt er opeens iemand naar je toe en die zegt... U lijkt me een goede directeur voor je verzekeringsmaatschappij. Nee, er zit nog wat tussen. Wat? Ik ben op een bepaald moment aan de wal gegaan. Dat was een bewuste keuze. Niet alleen door je bent getrouwd, maar ook vanuit interesse. Ik had ooit het plan om mijn hele leven te varen. En toen ben ik bij een economisch instituut gaan werken en ben in mijn avonturen economie gaan studeren. En later ben ik secretaris bij een Kamer van Koophandel geworden. En daar kwam ik op een bepaald moment in contact met de voorzitter. Dat zijn altijd ondernemers. En de voorzitter van de Kamer van Koophandel is nu kan ik zeggen, is mijn huidige voorganger. Dus wij hebben elkaar leren kennen. En toen zei hij van, ik was 31 jaar, heel jong. Ik zoek een opvolger en we kenden elkaar goed. Zo is dat gegaan. Toen ben ik eerst een paar jaar in de directie gekomen. En nu begin ik langzamerhand te begrijpen als we met mensen over verzekeringen praten. Wat is nou het typerende voor de Amersfoort, als je dat nu moet samenvatten in één zin? Wij zijn een heel jong bedrijf. Gemiddelde leeftijd is 1,32 jaar. Hoe oud bent u? Ik ben 53. Dus, ja, nee, gaat u door? Omhoog. Nee, maar heel veel jonge mensen. We zijn innovatief. We hebben op heel veel terreinen voorop gelopen en dat doen we nog steeds.
We hebben enorm wat vriendelijkheid. En we hebben... In één zin zou u doen, hè? Nou ja, maar dat is een korte samenvatting. En we doen het met z'n allen. Als dat ook het uitgangspunt blijft voor de toekomst, dan heb ik daar veel vertrouwen in. En wat is uw hobby? Ja, sport, voetbal. Ik ga graag met mijn zoon naar het voetbal. Weet je wat ik nou zo geweldig vond? Ik sprak net een medewerker van u, een Momendaanse, een Turkse, ja. Met een hoofddoekje. En die heeft nooit enige probleem binnen een bedrijf. Dat vind ik geweldig. Maar dat is ook bewust ons beleid. Wij willen gewoon jonge mensen van welke achtergrond dan ook kansen bieden. En we hebben natuurlijk kwaliteitseisen. Maar als ze daaraan voldoen, dan zijn ze van harte welkom. En het is heel goed dat ik dit hoor. Want dat betekent ook dat ook al mijn collega's daar ook heel goed mee omgaan. Bedankt. Zelfverzekerd bij de Amersfoort? Natuurlijk. Oh ja? Nee, ja? Helemaal niet natuurlijk. Ik sprak met iemand die is weer bij de concurrent verzekerd. Want ik wil gewoon voor jou weten wie de leukste is. Van Nek is een hele leuke man. Ja. Dat is ook de absolute top, geloof ik, hè? Ex-Amersfoort? Ja, sinds 1 oktober jongstleden. Bent u ontslagen? Nee. Zo erg is het niet. Nee, ik ben vrijwillig overgestapt. Naar een concurrent? Nou, nee, naar een familielid van de Amersfoortse. Binnen ASR zitten 3 familieleden. Ja. En heeft u spijt van nu? Nee hoor, nee, dat niet. Maar ik ben er goed op terug. Maar bent u meer gaan verdienen? Een beetje, ja. Ik ben wel ietsjes op vooruit gegaan. Sta je in de kantine bij de Amersfoortse ook zo te wachten? Nee, in het restaurant wel. We hebben geen kantine. Oh, het is een restaurant. Oh, ja. Kun je er goed eten bij de Amersfoortse? Heel goed. Ja? Hoe lang werk je er al? Ik werk 10 jaar in het restaurant. Wat is zo leuk aan de Amersfoortse? En de mensen eromheen, hè? Ja. Is echt een team. En op geen team kun je niet bouwen. Dus En hoe vindt u dit feestje? Hartstikke mooi. Ja. Hoeveelste feestje is het al van Amersfoort? Nou, ik heb er een stuk of 4 meegemaakt. Maar de omstandigheden, daar was ik er weer niet. Ja, dat kan. Ja, u redt dit wel tot uw 65ste de Amersfoortse? Ik dacht het wel, ja. Leuke mevrouw, hè? Ja, zeker. Het gekste wat u ooit gedaan heeft voor u? Mij te huwelijk vragen. Hoe heeft hij dat gedaan? Naar aanleiding van een soapserie. Naar aanleiding van een soapserie? Welke? Ik zou het niet meer weten. Het was iets met bloemen en op zijn knieën gaan had hij netjes nagedaan. En toen zei hij, wil je met me trouwen? Ja. Ja. En toen kon je geen nee zeggen? Nee, echt niet. En diep in je hart wilde je eigenlijk wel nee zeggen? Nee, ook niet. Nee. Ik wil hem niet meer kwijt. Thank you.
voor vrouwen. Jawel, jij denkt van wel. Nou Raymond, vanavond is het uren van de waarheid. Hey, ben je bij de Amersfoorten verzekerd eigenlijk of niet? Nee. Waar dan? Niet. Ben je helemaal niet verzekerd? Bij mijn vader, meneer Neptunus. Wat zeg je? Bij mijn vader, meneer Neptunus. Ja. Heeft u vaak op zijn drietand gezeten? Nou, niet er bovenop, nee, maar ik heb er wel straf mee gehad. Hier staat Gaat u nou het Rad voor Fortuin meespelen? Nee hoor, ben ik niet van plan. Kom alleen maar kijken naar u. Nee, want u wist niet dat ik hier naar binnen zou komen, dus dat kan niet, mevrouw. Nee. Maar ik zag u wel aankomen. Bent u ook oud Amersfoort? Ja, ik ben 30 jaar bij de Amersfoortse geweest. Als wat? Van 46 tot 7 voor de koffie verzorgd en de broodjes. Herkent u nog veel mensen hier? Ja, daardoor word ik altijd nog gevraagd. Leuk hè? Ik word in november 87. 87 wordt u? En 30 jaar de ruim geweest. Zo. Nou, u ziet er nog patent uit hoor. Ik zie al die anderen nog. Vind ik heerlijk. Dan krijg ik nog wel eens een knuffel. 87. Nou, ik teken ervoor hoor. Ik teken ervoor hoor. En u bent nog... Ik kijk altijd naar u hoor. Het is fantastisch. Weet je nou hoe je moet lopen? Ja, dat is me net voorgedaan. Ik heb 3 standjes. Standje 1. Ja. En standje 3. Kijk je veel naar het Rad van Fortuin? Nee. Werk je bij de Amersfoortse? Ja, heel veel. Leuk? Ja, enig. Ja, we hebben hem hoor. Oké. Oh, wat denk je daarvoor? Nee. Wat deed u bij de Amersfoortse? Ja, wat doe je bij de Amersfoortse in verzekeringen? Ja? U was een soort mevrouw Borst van de Amersfoortse. Bijvoorbeeld, ja. Ja? Ja? Directrice van de medische afdeling of medische verzekering. Ja, klopt hè? Ja. Ja, ja. Dit zijn allemaal van die oude broeders die ik allemaal nog ken. Wat is het allerleukste wat u ooit heeft meegemaakt bij de Amersfoortse? Oh jee. Nee, maar hoe lang mag die duren? Ja, kort antwoord. Dat was veel te lang. Dit wordt veel te lang. Ik ga gewoon niet. Een kort verhaal, wat is het allerleukste wat u hebt? Nee, gewoon hele leuke dingen. Het is een fijn bedrijf met hartstikke leuke mensen. Hoeveel vrouwen zitten er nu aan de top bij de Te weinig. Te weinig. Dus daar heeft u niet voor kunnen zorgen? Nee, het is jammer. Ja, het is toch weer een teveel aan mannenmaatschappij, dat vind ik wel. Heeft u wel uw best voor gedaan om vrouwen naar boven te halen daar? Ik moet eerlijk zijn, vrouwen willen ook vaak niet de consequenties en de sores van het geheel. Nou, ik ben blij dat het eindelijk is van een vrouw hoor. Ja, dat is gewoon zo. Dat is heel jammer. Zo leuk aan verzekeringen verkopen. Is dat geld verdienen alleen maar of niet? Nou, verkopen, het is meer een adviesfunctie, hè? Ja, nou word ik heel serieus. Ah, lul, gewoon, je wil verkopen. Kom nou, wees nou gewoon eerlijk. Nou, we moeten wel wat verkopen, maar okay. We doen dat op een goede manier. Ja, we doen dat op een serieuze manier. En nou, hoe meer je verkoopt, hoe meer je verdient. Ja, dat klopt. Ja. Vertel eens even, wat is er nou zo leuk aan die Amersfoortse? Waarom moet ik daar verzekeren? Kijk eens om je heen, heel nee. Nee. Ja, maar waarom moet ik daar verzekeren? En als u zelfstandig ondernemer bent, dan kunt u niet om ons heen. Want dan heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig, bijvoorbeeld. En een beetje sparen voor de oude dag, dat kan ook uitstekend bij ons. Ja, ja. Wel eens van de inkomensverzekeraar gehoord? Ja, dat is Amersfoortse. Precies, dus u kent ons wel eens. Wat vind je er nou van dat Kazan
van de buis af is, maar dat je hem hier toch nog kan zien. Dat ik hem hier nog kan zien, dat vind ik fantastisch. Ja, heb je hem, hou je van goochelen? Ja, ik vind hem wel leuk, ja. Oh ja? Ja. Zeker is ook een soort goochel, of niet? Nou, dat valt wel erg mee. Is toch bij mensen geld weghalen en in de zak van de Amersfoort nou, te stoppen? Daar een goocheltruc mee en dat heet rendement. En dan komt er een uitkering. Ben je daar goed in? In die truc? Ja? Nou, dat laat ik aan een ander over. Ja. Wat doe jij bij de Amersfoort? Ik ben accountmanager. En wat wil dat zeggen? Ja, wat wil dat zeggen? De buitendienst, de afdeling verkoop. Dus je hebt zo'n autootje en een aktentas en je gaat erop uit en je gaat verzekeringen afsluiten. Een hele goede omschrijving. Ja. Ja. Maar ik sluit ze zelf niet af. Dat laat ik aan mijn tussenpersoon over. Ja. Die hebben de naam heel saai te zijn. Ja, dat is dus helemaal niet waar. En hoe komt het toch dat ik dat beeld steeds heb? Ja, dat hebben heel veel mensen. Hoe komt dat nou? Ja, dat weet ik niet. Dat maken de mensen er zelf van. Of zijn het van die mannen die aan de buitenkant er een beetje saai uitzien, maar van binnen een woest en warm en bruisend, ja? Ja, zoiets. Vind je het wel leuk hier vanavond? Ja, ik mag me uitsteken. Dankjewel, Uzo. Hoe vaak doe jij dit? Hoe vaak? 1-2 keer in de maand. Erg leuk voor de afwisseling. Iedereen volgt hier. Ongelooflijk. Nee, maar gaat u niet even? Hij zit op onder de modder van Monte Carlo natuurlijk. Is dat zo? Ben ik u hier al lid van? Chaka. Het is wel gezellig natuurlijk. Het is Chaka natuurlijk. Ik sponsor hem een beetje, want hij heeft het moeilijk genoeg gehad, dames en heren. Dat weet u wel, hè? Nee, maar dit is... Ik denk dat de Amersfoortse heel goed in de markt staat. En natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar dat geeft niet. Proberen we samen weer op te vangen. Doe jij buitendienst? Ja, klopt. In Amsterdam natuurlijk. Maar dat kun je wel horen aan mijn accent, hè? Je zou ook niet anders willen? Nee, zeker niet. Nee. Nee, in Amsterdam voel ik me fijn. Weet ik de weg. Oh, maar, ik zou je nooit aannemen. Nee. Wat is een jongen uit Amsterdam? Ah, vertel eens, wat voor kwalificaties moet een buitendienstman dan aan voldoen nu zelf? Saai zijn? Ja, denk je? Ik denk dat het een ouderwets beeld is. Maar je moet meegroeien met je tijd. Vroeger hadden we alleen maar spaarverzekeringen, nu beleggingsverzekeringen. Iedereen wil graag op de beurs, dus modern. Jij bent een beetje een populaire jongen, hè, binnen de Amersfoort? Geen populaire jongen binnen de Amersfoort. Nee, ik ben maar een stille collega van iedereen natuurlijk. Wat doe je daar? Ik verzeker WO-gat. Sinds 2 maanden. Het WHO-gat? Ja, WO-gat. Leg me dat eens uit. Nou, stel dat jij dus door je collega in elkaar geschopt wordt. Door Bart de Graaf bijvoorbeeld? Door Bart de Graaf inderdaad. Ja, dan kom jij in de WO. En dan is er dan loopt er een rente op wat je betaald krijgt. En wat je hoort te betalen. Hoort betaald te krijgen. Nou, dat deel, dat verzekeren wij. Waarom ben je nou bij die Amersfoortse gaan werken? Nou, omdat tenminste de Amersfoortse bij ons in de buurt is. Bij mij in de buurt. Ik woon in Hoogland, dus dat is bij mij in de buurt. In Hoogland woon je? Ja, ja. En ten tweede, omdat de secundaire arbeidsvoorwaarden heel erg goed zijn. En omdat als wat? De secundaire arbeidsvoorwaarden. Ja, maar noemen ze een paar secundaire arbeidsvoorwaarden die zo goed zijn. Nou ja, je hebt een 13e maand, je hebt een winstuitkering, je hebt een goede verzekering. Ja, je bent goed verzekerd. Tegen wat voor dingen dan ook. En natuurlijk sowieso de werkomstandigheden. Ik bedoel, het zijn allemaal heel erg gezellig. Ik kwam er binnen en ze vragen van alles aan je. En dat is heel gezellig. Ik ben met tussenpersonen bezig, ik ben ermee aan het praten. Het is afwisselend. Je bent polissen aan het opmaken, je bent werknemers in en uit aan het voeren. Interessant ze. Nou, dus het kan heel erg interessant zijn, ja. Dan moet je me uitleggen. Je kan wel een mooie lichaam hebben en ik kan wel een hele mooie man zijn zonder een mooie lichaam, toch? Maar wat is nou een mooie man zonder een mooi lichaam? Hoe ziet dat eruit dan? Die gewoon leuk is. En je denkt dat die... Intelligent. Grappig. Hoe lang ben je al in Nederland? 6 jaar. En wat is nou het leukste van de Amersfoort om daar te werken? Leukste mensen? Ja? Ja, hele leuke mensen. Hele leuke sfeer. Leuke bazen ook? Daar heb ik nog niet zoveel van gezien, dus dat weet ik niet. Zo
dat vond ik nou eens een fantastische harte kwijt. Die ga ik aan hem geven. Heeft u uw hele leven in verzekeringen gezeten? Yes, sir. Begonnen als werkstudentje in 1964. En wat studeerde u? Rechten als zogenaamde extraneus, als spoorstudent. Heeft u het afgemaakt? Ja, ja. Dat was destijds een eis van mijn baas. En als werkstudentje kan ik me nog goed herinneren dat ik 2,50 gulden per uur netto verdiende. Dat vond ik destijds een enorm bedrag. En 100 gulden per uur. En wat verdient u nu? Moet je maar opzoeken joh, in het jaarverslag. Ik weet het niet eens, maar hoeveel is het? Bent u Feyenoord-fan? Ik ben een krankzinnige Feyenoord-fan, los van mijn korte voorzitterschap van Feyenoord ben ik al, ik durf het haast niet te zeggen, 50 jaar een fervente Feyenoord-supporter. Ja? Wat vindt u nou het mooiste van uw werk? Laat ik het zo vragen. Het mooiste van mijn werk was dat ik toch mijn achtergrond als arts kan, heel goed kan gebruiken. En dat ik daarnaast een hele open sfeer bij Amersfoortse heb. Waarin ik in alles mijn ei kwijt kan. Laat ik het zo. Vindt u een leuk feestje? Ja, het is een prima feest zo. Ja. Ja. Een beetje saaie mensen? Nee. Oh, nee, absoluut niet. Ben je ze allemaal leuk? Ja. Wat is de mooiste man uit het bedrijf? Zeg ik niet. Jawel, wil ik weten. Nee, zeg ik niet. Jawel, wil ik weten. Dat zeg ik niet. Waarom? Meneer Van Eck. Ja, dat is je baas slijmjurk dat je er bent. Wat een slijmjurk. Nee, dat kan niet dat de mooiste man is. Je bent vast mooiere man. Leuk. Bij de postkamer. Hoe lang al? Vanaf 1990. Oh, dus pas kort. Sinds kort, ja. Is het een beetje een leuk bedrijf? Ik vind het wel, ja. Komt er veel post binnen? Heel veel. Okay. Maakt u als post open of niet? Alles. Ja. Kan u aan de post al zien wat erin zit of niet? Soms. Je hebt soms brieven waar je doorheen kan kijken. En dan is het meestal de ziektekosten, dus heen niks aan. Dat moet allemaal betalen. Wat vond u het leukste vanavond? Nou, ik heb overal wel van genoten. Cabaret en de comedy bar, alles wel. En mevrouw en u, vond u het leuk? De Broadway show vond ik heel erg leuk. De Broadway show? Ja. Waarom vond u dat leuk? Ja, die show eromheen en zo en die muziek, dat vind ik leuk. Dat is uit mijn tijd, ja. Tijd? Mijn tijd. Oh. Zo oud bent u toch nog niet? Nou, dat weet ik niet. Hoe oud, wanneer ben je oud? Als je meer dan 2 keer de helft bent. Nou, dan ben ik oud. Ja. Amersfoort. Jij werkt bij de Amersfoort. Ik werk bij de Amersfoort. Je ziet er ook uit als een verzekeringsagent. Erg, hè? Ja, dat is altijd hetzelfde. Ja. Jasje, dasje, checkie. En zo met zo'n glimlach van. Bij mij moet u het. Wil jij nog een polis hebben? Ik ben al geheel voorzien. Ja, dat idee had ik al. Stop dat werk nog nooit in je hoofd? Nee, gaat altijd door. Hé, hey, hoe kom je aan zo'n saaie verzekeringsman, zeg? Ja, maar hij is niet saai. Hij is heel muzikaal. Als je zijn jasje thuis uitdoet, dan is het opeens niet meer saai. Ja, dan is het gelijk helemaal over. Spijkerbroek aan en... Waarom viel je op hem? Ja, hij was een beetje eigenwijs. Je ziet er een beetje zwanger uit al. Ja, dat zegt men, ja. Hey, en die house disco, hè, dat voelt, is niet goed voor de kind, hoor. Nee, ik voel het al een beetje schommelen, maar... Maar wat vond je nou het leukste onderdeel? Als je nou nog één ding even terug mocht, waar zou je dan naartoe gaan? Ik vond die Broadway show heel indrukwekkend. Vond ik erg goed in elkaar zitten. En ben jij bij die naakte mannen geweest allemaal? Bij die blote mannen? Nee, een vrouw in mijn positie doet dat niet. U zit in verzekeringen? Ja. Wat doet u daar precies? Ik werk op de automatiseringsafdeling. Hoe lang al? Jaar. Iedereen die geeft zo hoog op van het bedrijf, en dat moet ook wel, want ze organiseren een enorme partij. Jong bedrijf. Hoe oud bent u?
37. Het is nog jong, ik ben even ouder. Gemiddelde leeftijd is denk ik 33, 34. Jong en informeel. Informeel? Ja. Nog steeds. En dat hopen we een beetje te houden. Ondanks dat je groter groeit en ja, dan word je wat logger. Maar we proberen het informeel te houden en hopen mee te bereiken. Wil je sperms proberen? Ja. Een beetje zo door je heupen en een beetje zwoel kijken, zo van ja, zoiets, ja. De eerste ronde, wij zijn op zoek naar een ding met 12 letters. En het gaat om de bovenste rij letters die aan het gehaald zijn. De letters die ze al geraden hebben en die ze nog over hebben. Alles wordt vanuit die computer bestuurd. Ook alle... De W van de nummer. Heel goed. Betekent dat alle medeklinkers... Ja, dat is even moeilijk, hè. Titus, de R van Richard en de B... Dat is nog eentje, Leontien, helemaal aan de linkerkant. En dan staat hij erop en dan gaan we kijken of jij weet waar hij hier staat. Je werd gefeliciteerd, ook al 60 jaar in de zaak. Nee. Ziet er wel goed uit trouwens, in uw leeftijd. Oh, hartstikke leuk. Ja, gefeliciteerd allemaal. Het is een beetje moeilijk om nu natuurlijk ja, die zaal door te lopen, iedereen een handje te schudden en zo, een beetje overdreven. Maar gefeliciteerd, 60 jaar is niet gering en dan mag er ook wel eens een keer een groot feest gegeven worden. Vind je niet, één keer in de 60 jaar moet kunnen, laten we eerlijk zijn. He? En het kan er vanaf. Het is een fijne zaak, de Amersfoortse. Ik heb begrepen dat iedereen het uitstekend naar zijn zin heeft. Dat er nooit één onvertogen woord valt. Iedereen tevreden is over zijn salariering. Nou, Jacques van Eck dan in ieder geval. Maar jullie moeten niet lullig doen. Ik bedoel, ik wil me er niet mee bemoeien, maar jullie hebben wel gratis call-opties gehad, hè? Dus jullie zijn de afgelopen weken zwaar binnengelopen. Dat wil ik je wel vertellen. Ze weten wel wat ze weggeven, hè? Ja, ze denken ook, ik ben... De Amersfoortse niet. U werkt vast niet op kantoor. Nee, dat dacht ik al. Goed oplet. Ik kwam net hier, hoort die Joop Braakhekken tegen. Wat is er mis met mij? Ik kwam net Joop Braakhekken tegen. Ik zeg, Joop, hallo, gezellig, en hoe is het? Heel slecht is het met mij. Er kwam net een vent naar me toe, een of andere journalist. En die zegt tegen mij, meneer Braakhekken, waarom heeft uw restaurant geen ster? Ik zeg, ho, ho, wacht even, mijn restaurant heeft één ster en die ster ben ik. Dus ik heb meneer Michelin helemaal niet nodig, ook al kook ik in een garage. Want ik ben en blijf de best gedekte tafelpoot van Nederland. Dag. Dus als je van de TV, de man die sneller lanceert, hier is voor stilzetten, want dat was de afspraak. Zo, kut. Ja? Oh, je schrikt er helemaal van. Het kan misschien je doorbraak zijn, hè? Ja, je weet welke scène het is. Oh jee. Ja, het is een leuke scène, laten we eerlijk zijn, toch? Wie van de dames zou het leuk vinden? Nou, hartstikke enthousiast. Kom maar naar beneden, geef ze een applaus. Ik zei dat jullie gaan een hele mooie romantische scène spelen. Jullie hoeven daarvoor niet helemaal uit te kleren. Maar het zit er dicht tegenaan, dus hou daar een klein beetje rekening mee. Mensen heeft ze al zien staan waarschijnlijk. En dat is Koen en Jochem. Mag ze even een applausje geven? Ja, hele belangrijke mensen. Koen is de man van het licht en het geluid. Hey, actie! Ja. Te houden, want dat is een gevaarlijk mannetje. Kijk eens, er is een fietstasje. En hij leeft volgens mij nog een boterhammetje. Dames, gaat lekker. We gaan het bochtje weer om richting rechts. We gaan naar rechts. Even keurig bijsturen. Ja, geweldig. De juiste kant op. En aan het eind van deze straat gaat er weer links. Ja, dit was weer hartstikke. Ja, dat is hartstikke. Jongen, jongen, jongen. Dames en heren, geef ze maar een applaus. Hey. Hey. Hier in de V-studio
12 in Showbiz City. En hartelijk welkom aan de mensen die thuis of op het werk in Amersfoort zitten te kijken naar deze videoband. Veel plezier ermee. Ik hoop dat u een boel bekend dat ik zou zeggen. Maar goed. Uit de school kom je. Ja. Wat doe je voor je werk? Ik ben een accountmanager. Accountmanager. Ja. Bij de Amersfoort? Ja. Ik gok maar wat. Oké. Okay. Heel veel succes met het spel. Oké. Okay. Nou, dat is op zich niet verkeerd. 200 punten. De S van Suzanne. De S van Suzanne. En je ziet het, dat is nog een jij naar. Ja, heel goed. Medeklinger. De T van Tines. De T van Tines zit erin. Heel goed. We lezen een mijn rollijst voor jou. Ik heb een typografie. En er heeft al iets 10 letters in zitten. 300 punten. De T van Dirk. De T van Dirk zit er niet in. De E van Eduard. De E van Eduard. Waarom neem je haar dan mee? Nou, omdat het een hartstikke leuke vriendin is en we hadden zin om samen gezellig uit te gaan. Vind je het wel leuk hier? Ik wel. Ja? Ja? Een beetje kort alleen. Een beetje? Kort. Hoe bedoel je kort? Nou, het is wel weer afgelopen, toch? En jij bent iemand die de hele nacht doorgaat? Nou, niet de hele nacht, dat kan ik niet meer. Maar ja, als het gezellig is, dan om dat te stoppen. Het is hier gewoon. Nee, dit moet uitgezonden laten. Dat maakt allemaal niet uit. Het is hier gewoon fantastisch. Wat kan ik zeggen? Eer van ons werk, toch? Ja. Eer van jou, natuurlijk. Wat vond u ervan vanavond? Ik vond het bijzonder gezellig. Ja? Wat doet u bij de Amersfoort? Ik ben een teamleider op de afdeling particuliere verzekeringen.
is een functie van een teamleider om de stemming erin te houden. Heel belangrijk. Daar hoef je eigenlijk dus niks voor te kunnen behalve de stemming erin te houden. Ja, je moet eigenlijk je moet een beetje aanleg voor hebben, zeg ik. En dat lukt vrij redelijk, denk ik. En wat heeft hij hiervoor gedaan? Ik werk al 25 jaar bij de Amersfoortse. Ja, het mooiste is eigenlijk het samenwerken met collega's in het algemeen. En we hebben in het verleden hebben we wel wat wijzigingen ondergaan, de samenstellingen van teams. En dan krijg je steeds weer met nieuwe medewerkers te maken. Dat is gewoon schitterend om te doen. Dat is gewoon het menselijke aspect. Dat is veel mooier dan het vak. Ja, jongens, kom op nou, het is afgelopen. Het is mooi geweest. Amersfoort TV zeker, hè? Ja. Jongen. We doen echt niks meer op kantoor, hè? Zeg maar even de groet aan thuis. Even. Nou, de groet aan thuis. Ja. Normaal, hè? En doe je best, hè? Nou, de bus in. Nou, de bus in, hoor. Ja, joh. Nou... Doorlopen. Duidelijk, hè? Zo. Je bent de laatste, hoor. We gaan sluiten. Jongens. Ja, zeker. En deze bus volgt, hè? Zo. Ja, je moet dicht, hoor.